Hoi allemaal en welkom op het kanaal van The Make-up Spot. Leuk dat jullie weer kijken. In deze video ga ik je nieuwe producten laten zien van Max Factor. Ze zijn eigenlijk niet allemaal nieuw, maar voor mij wel, want ik heb ze nog nooit eerder gebruikt of getest. Dus dit is een soort van first impressions video van de producten van Max Factor. Ik ga, terwijl ik me aan het opmaken ben, ga ik jullie eigenlijk een beetje vertellen hoe de producten aanvoelen en wat ik van de producten vind. Zoals je ziet, het is een beetje overbelichting, maar daar ga ik straks even wat aan doen. Is mijn huid vrij onzuiver, waardoor ik de foundation die ik ga testen, eigenlijk beter kan checken of het wel zijn werk doet, ja of nee. Ik zal je eerst even laten zien welke producten ik ga testen. Nou, dat is onder andere de Miracle Match van Max Factor. Ze zitten nog in de verpakking zoals je ziet, dus ik heb echt geen idee hoe deze producten werken. In Natural nummer 50. Hier ben ik heel erg benieuwd naar, de Max Factor Translucent Powder. De Max Factor Bronzing Powder. De Excess Shimmer. Dat is een hele mooie een oogschaduw. Dat is de Max Factor Masterpiece Max. Veel van gehoord, ik ben heel benieuwd of het zijn werk doet. Een hele mooie kleur gloss. En de Masterpiece Eyeliner. Dit zijn de producten die ik ga testen. Nou, ik heb al een dagcreme aangebracht. Ik ga proberen om mijn onzuiverheden weg te werken. En daarbij kan ik ook meteen goed vergelijken of deze foundation wel echt een hele goede dekking geeft. Er staat Blur & Nourish. Het moet er dus eigenlijk voor zorgen dat je een beetje een Photoshop-achtig effect hebt. Go Beyond Shade Matching, Contains Blurring and Hydrating Ingredients. Dus ik ga ervan uit dat het ook een beetje voor een droge huid bedoeld is. Licht als ik hem zie. Ik had hem wat donkerder verwacht, zeker voor nummer 50. Maar goed, ik ben ook niet heel erg bruin van mezelf nu. Dus ik breng de foundation aan met een Beauty Blender. Nou, wat ik in eerste instantie wel heel mooi vind aan deze foundation is dat het een gele ondertoon heeft, of eigenlijk een beetje een neutrale ondertoon. Dus als je niet weet of je nou een roze ondertoon hebt of een gele ondertoon, dan is deze kleur wel heel erg geschikt. Voor mij mag het dan een tikkeltje donker mogen, maar goed, aan de andere kant tegen natural. Dus op zich, hij is inderdaad niet te donker, niet te licht. Voor mijn huid net even iets licht, maar dat kan ik zo wel even fixen met de bronzing powder. Zo, ik heb nu de concealer zoals je ziet ook al aangebracht. Wat ik nu ga doen is heel belangrijk, de concealer eigenlijk vastzetten met deze translucent powder. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ben normaal gesproken best wel kritisch wat betreft transparante poeders. Ze moeten er heel erg voor zorgen dat je make-up je concealer niet gaat creasen of in je lijntjes gaat zitten. De concealer lijkt op dit moment heel erg licht en dat is het eigenlijk ook. Maar je zult zien dat we hem straks even gaan fixeren met de poeder en de bronzer, waardoor het straks een heel mooi effect heeft. Daarna gaan we over naar de bronzing poeder. Ik vind de kleur wel heel erg mooi omdat hij niet oranje is. Dus het is echt een perfecte shape poeder. En als je zo'n kwast hebt, dan druk je hem gewoon plat. En vervolgens ga je ermee shapen. Nou, zoals je ziet doe ik alles met één kwast. En dat is op zich prima te doen. En nadat ik heb geshaped gebruik ik het juist als een bronzer om alles een beetje te vervagen. Nu heb ik in principe de basis aangebracht. Ik ga nu de oogschaduw testen. En voordat ik hem ga aanbrengen gebruik ik eerst een oogschaduw primer. Deze is van Wet n Wild. Dit is een van mijn favoriete oogschaduw primers. En ik breng hem aan met een kwastje op het gehele ooglid om een soort van bronzen smokey eyes te creëren. En zo zie je dus dat je met één oogschaduwkleur een soort van smoky eyes kunt creëren. Een hele mooie kleur. Ik denk dat het bij heel veel mensen ook wel staan. En dat kun je ook makkelijk met één kwastje aanbrengen. Met een wat bollere kant. En vervolgens een soort fluffy blending kwastje. Nou, zoals je ziet heb ik de eyeliner al aangebracht. Maar ik heb meteen een minpuntje. En dat vind ik wel jammer. Je ziet dat ik deze als eerste heb aangebracht. Deze is nog wel, op zich nog wel zwart. En je ziet dat deze steeds meer gaat vervagen. Want zodra je een oogschaduw hebt aangebracht, dan willen sommige pen eyeliners nog wel vervagen. Omdat ze gewoon niet genoeg eyeliner afgeven. Dus dat vind ik meteen wel een minpuntje. Want ik vind dat een eyeliner gewoon ten alle tijde
pikzwart moet blijven. En dan liever een liquid eyeliner dan een pen eyeliner die toch een beetje gaat vervagen en die het eigenlijk niet echt aan kan, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, zoals je ziet heb ik de mascara op één oog aangebracht en je ziet wat voor verschil het maakt. De mascara vind ik wel heel erg fijn werken. Hij separeert ook heel mooi. Maar hij geeft niet super veel volume. Ik denk dat deze mascara vooral geschikt is voor meiden met iets kortere wimpers. Neem niet weg dat ik hem niet mooi vind. Ik vind hem wel heel erg mooi. Maar hij mag voor mij nog net even iets meer volume geven. Dus ga je het andere oog doen en dan gaan we over naar de lippen en dan ben ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb de look nog even verder afgemaakt met een blush van Milani Luminoso. Kan ik even laten zien. Dat is deze. Vervolgens heb ik mijn favoriete highlighter aangebracht van de Balm. Dat is de Mary Lou Manhattan. En dat is deze. Alle producten die ik heb gebruikt vermeld ik zoals gewoonlijk hieronder. En nu gaan we over op de lippen. En ik gebruik deze kleur van Max Factor in 80 Lustrious Sand. Mooie warme nude kleur. Perfect voor elke dag. Hij voelt heel erg zacht en hij rijdt ook heel erg lekker. Het is een hele mooie zachte kleur. Het voelt eigenlijk een beetje als een soort van balsem, als een soort verzorging. Van mij had het pigment eigenlijk nog wel sterker gemogen. Maar al met al vind ik het wel een hele fijne kleur. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze video. Even heel kort wat ik nog van de producten vond. De foundation vind ik heel erg mooi. Het geeft inderdaad een soort van blurry effect. Nou, je hebt in het begin van het filmpje mijn onzuiverheden kunnen zien. Die zijn vrijwel helemaal weg nu. Hij is hydraterend, dus ik voel inderdaad dat het voor een droge huid is. Mijn huid is droog, dus de foundation voelt heel erg fijn. En het voelt eigenlijk niet eens alsof ik foundation op heb. Hij mocht van mij nog iets donkerder zijn, maar goed, dat is, ik had misschien een andere kleurnummer moeten nemen. En hij is mooi natuurlijk, dus hij heeft niet een per se roze ondertoon, ook niet een hele gele ondertoon. Heel erg mooi. Ik vind de translucent powder ook mooi. Van mij nog wel iets lichter gemogen of iets witter gemogen. Als je dan zo'n concealer aanbrengt zoals ik net had aangebracht, dekt hij dan wel weer mooi dat lichte. Dus dan heb je niet een heel groot verschil dat je heel erg licht onder je ogen hebt. En bijvoorbeeld de rest van je gezicht wel wat donkerder is. Wat wel weer een mooi effect geeft, maar niet te veel van het goede is ook niet mooi. De bronzing poeder vind ik ook mooi. Het is niet echt eigenlijk vind ik een bronzing poeder, het is meer een shaping poeder. Qua kleur, want het is officieel wel een bronzing poeder. Het heeft een beetje een grauwe kleur, waardoor je dus wel heel mooi kunt shapen en hele mooie schaduws mee kunt creëren. Maar het geeft niet heel veel warmte aan het gezicht. Dus ik zou naast de shaping poeder dus ook een echte bronzing poeder gebruiken. De mascara vind ik mooi. Dat had beter gemogen. Het geeft niet heel veel volume. Het separeert wel heel erg mooi. Dus een alledaagse mascara vind ik het wel heel erg mooi. Ik denk ook heel erg geschikt voor korte wimpers. Maar ik hou wel een beetje van extra boost. Nou, de eyeliner vond ik helaas een beetje tegenvallen. Hij was bij dit oog was hij wel intens zwart. Heel mooi. En bij dit oog vervaagde het heel erg. Dus ik denk dat ik hem na twee keer gebruik. Dat het dan eigenlijk zo goed als op is. En dan gebruik ik toch liever een liquid liner. En de gloss vind ik ook heel erg mooi. Heel lekker verzorgend. Alsof ik een lekker verzorgende balsem op heb. Zeker nu ik ook droge lippen heb, is die heel erg fijn. Hij ruikt lekker en de kleur vind ik heel erg mooi. Alleen hij had voor mij nog even iets intenser gemogen qua kleur. En volgens mij heb ik dan alle producten gehad. Laat me weten wat jullie van de video vinden. Laat ook zeker weten wat voor video's je graag wilt zien. En dan kunnen Lilian en ik altijd even kijken wat we voor jullie kunnen doen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En nogmaals, de producten zet ik hieronder. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!